Michael, gefeliciteerd voor een Nederlands publiek. Je bent iemand die het publiek nodig heeft. Was het lastig om tegen een Mervyn King die toch weinig energie aan geeft, om dan toch je energie te vinden? Ja, tuurlijk. Ja, het is gewoon een hele lastige speler om tegen te spelen. Hij kan heel raar uit de hoek komen en je moet gewoon iedere lekje eigenlijk concentreren. En ik kwam er een beetje moeilijk in, maar uiteindelijk heb ik wel mijn ding gedaan. En winnen is uiteindelijk het belangrijkste. Winnen is het belangrijkst. Het Nederlands publiek, je wil natuurlijk die titel hier in Nederland pakken. Hoe belangrijk is het? Het is een World Series, het telt niet mee voor de ranking. Nee, het telt niet mee voor de World Ranking, maar ieder toernooi anders. Als het niet belangrijk was, had ik hier niet geweest. En dan had het ook niet op tv geweest. Dus het is voor iedereen belangrijk. En ik denk dat mensen niet voor niks een kaartje kopen. Dus ik wil mijn stinkende best gaan doen. Ze zijn hier zeker voor jou. Vandaag, deze wedstrijd tegen King was qua gemiddelde dus misschien niet je beste wedstrijd. Maar is dit misschien de steady ervaren van Gerber die er soms ook gewoon is? Ja, precies. Wedstrijden net als deze moet je ook winnen. En er hoeft niet altijd glitter en glamour 108 gemiddeld te zijn. Maar ja, af en toe is het ook wel lekker om deze manier te winnen. Zeker weten. Vanavond Johnny Clayton, veel succes maken. Dankjewel, jongen.